Ja. Ja, je kijkt nog even naar jezelf op het grote scherm. Ja, dat wil ik niet eens zien. Je wil het niet eens zien, maar je ziet het toch. Ja. Wat denk je nu daarbij? Ja, ik zag mezelf huilen. Toen dacht ik echt, oh my god, aansteller. Maar nee, het waren gewoon tranen van ongeloof en gewoon van blijdschap. Dus, nou ja. Ja, best bijzonder denk ik, wat je nu hier laat zien. Ja, ja, ik vind nou, nog steeds... Ja, ik heb er gewoon voor geknokt. En ja, dat dit er dan in zat, dat is echt bizar. Ja, je had al een interview met mijn collega. Ja, die werd met Reiko. Met Reiko, inderdaad. En die werd al uitgelachen van, ja, moet je Joy Beunen spreken? Waarom? Mm-hmm. En dan doe je nu dit. Ja. Nee, ik hoorde net ook al inderdaad van dat de inwoners in Borne... Vind ik niet leuk, Borne. Maar dat die ook al in zak en as zaten van, nou, Joy, die schaats ook voor geen meter. Maar ik zat gewoon even in een dipje. En ja, ik merkte gewoon de afgelopen tijd dat het gewoon steeds beter ging. Dat het gewoon in die flow kwam. En dat de trainers ook weer zagen dat ik gewoon weer lekker rondschaatste en weer vrolijk was. En nou ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk voor mij ook. Dat ik gewoon met plezier dit doe. Hoeveel betekent dit dan nu voor je? Deze wedstrijd, dit weekend? Ja, opluchting. En heel veel blijdschap. Ja, je rijdt niet de minste vrouw eruit. Dat was misschien wel de afstand met de meeste kanshebbers vooraf. Zag je dat zelf ook zo? Nee, dat was de 1500. Dat was de 1500. Ja. Was je daar zenuwachtiger voor dan voor vandaag? Ja. Ook omdat ik ook zoiets had van, weet je, ik heb ook nu niks te verliezen. Ik moet gewoon een goede reis rijden. En als ik een goede race rijd, dan zien we wel waar het schip strandt. En ik wist gewoon dat het er wel in zat. En dat ik een goede 3 kilometer kan rijden uit de trainingen die we laatst hebben gereden. En... ja, maar ja, dat ik nu bij het beste 3 zit. En ook nog plaats voor het EK Allround, ja. Ja. Je straalt helemaal. Ja, ik ben ook echt ontzettend blij. Ja, het wordt je eerste vierkamp bij de senioren, toch? Ja. Ja, ik was 2 jaar terug ben ik... Ja, dat was het WK Allround. Best reserve. Toen heb ik wel een beetje meegekeken, inderdaad. Maar ja, toen zat ik op de reservebank. En nu mag ik echt meedoen. Ja. Heb je al... hoe zie je dat voor je straks hier in Heerenveen in de bubbel? Ja, wel een beetje jammer dat er nog steeds geen publiek is. Maar ja, we rijden gewoon lekker in Tialf en nou ja, we zitten dan in een bubbel inderdaad. Dus ik zit gewoon lekker 5 weken in een hotel dan. Maar ja, ik heb het er wel over. En dan ook weer richting de WK-afstanden. Ja. Ja, dan als je dit laat zien, moet toch weer een goede klassering in zitten. Denk je daar nu al over na? Nee, want ik moet morgen nog een dag. Dus ik wil morgen gewoon een goede 5 rijden. En daarna rijd ik ook nog 1000 meter. Dus druk eerst morgen programma. Nog. En dan gaan we werken naar het EK. Dankjewel, succes morgen. Dankjewel.